Nou, eens even vertellen. Ik wil het niet zien. Maar ik voel, ik heb even nog wat gelopen. Dit voel ik al van elkaar in de binnenstapte. Heb jij een gezichtje aangekeken misschien? Maar mijn nou zeg, wat betekent dat nou voor jou? Kijk. Ik probeer jou niet te praten als ik wat zeg. Zeg maar. Luister niet. Waarom luister ik naar jou? Want die voor mij betekent helemaal niks. Wat staat er dan? Dat heb ik gedaan. En dan moet je me ook uit laten praten. Om het schuin te houden. Juist. Voor de rest. Voor de schijn op te houden. Voor de familie. Ja. Waarvoor heb je het dan aan vriendje laten? Dan wist je toch dat het gebaar uitkwam. Hoe dom nee, kan je? Dat was niet de bedoeling op die manier. Maar hij heeft het zelf dom gedaan. Want ik heb nu, gisteren heb ik te horen gekregen waar hij zijn scooter neer had gezet. Terwijl het plan anders was. Ja. Dat hoor ik vanavond. Het plan was dat jullie 3 kwartier later pas naar buiten zouden nee, komen. Nee, niet alleen dat. Hij zou zijn scooter ook op een andere plaats neer hebben gezet. Ja, maar die jongens hebt er niet verder weg kunnen komen. Hè? Hij hebt er niet verder weg kunnen komen, zeg jij. Wat was het plan? Hoor, kan het hele plan. Die scooter zou die ergens neer hebben gezet. Ja. Maar niemand hem zag, die scooter. Ja. Maar hij heeft hem voor het huis neergezet. Bij een collegaatje van Rinus, van Rinus. De zoon van Rinus, daar, een collega van, daar heeft hij voor het huis neergezet. Okay. En die vent, een oude vent, wie die scooter niet kent, die heeft die scooter gezien. Die jongen is naar buiten gekomen, die jongen die heeft gevraagd, waarom heb jij je scooter hier, waarom zet jij je scooter hier neer? Oh, ik ben rondjes aan het rijden. Kan iedereen. Waar kom jij vandaan? Jij komt uit Amersfoort. Hij heeft zelf dat gezegd. Maar hij heeft nog niet aan Wouter bekend waar hij het wapen heeft geladen. Hij heeft wel bekend dat hij dood heeft geschoten. Ja. En hij heeft ook niet. Maar dan heb je toch ook wel bekend. Dat is toch met hem afgesproken? Dan heb je toch met hem afgesproken? Wat zou hij verklaren? Nee, heeft dat gedaan? Er was niks afgesproken. Dat was niet. Het was de bedoeling. Dat het gebeurd was, dat hij weg zou gaan. Ja, want ik ga vaak terug naar bed toe, omdat hun corona hebben, vakantie hebben. Ja. Dus toen hoeft zij niet naar school. Michael hoeft niet naar school. Michael gaat s'morgens weg en dan ga ik terug naar bed. Leg me eens uit. Luister dan, dat was de bedoeling. En als je dan wakker wordt en er legt iemand, dan ben je al te laat. Maar. Hij is een kant op gereden waar hij de weg niet wist. Hij is die kant op gereden. Ja, paniek. Het jongetje is jong. Nee, niet paniek. Dus het jongetje is koelbloedig moordenaar. Dat zeg ik niet. Hij is niet in paniek die kant op gereden. Hij is gewoon weggereden. En hij is gewoon dom geweest, zegt zij zelf ook, dat hij een kant op reed waar hij de weg niet kan. Want hij zou terugrijden richting Doren. En als hij dan voorbij, als hij dan thuis was, zou die haar een appje sturen, ik ben thuis, en dan zou we pas politie bellen. Dat was dan afgesproken. Niet weten dat het zo loopt. Maar wie zou hem vinden, jij of zij? Dat maakt niet uit. Dat maakt er niet uit, daar hebben we geen afspraak over gemaakt. Maar hoe voelde het dan? Hebben jullie daar nou gewoon om geslapen? Jij, gewoon geslapen? Nee. Dat je wist dat het ging gebeuren? Nee. Mooi, hoe voelt het dan? Dat jij hier in de keuken staat, de kast staat, en die meisje als eerst naar haar vader moet. Kijk maar. Nee, dat kwam omdat ik mama een gooi had gegeven. Ik lag daar op de grond. Ik had mama een gooi gegeven, want ik hoorde een klap. Jij denkt, gaat fout. Nee, ik zie die kogel, ik zie de ruit barsten. En uit reactie heb ik mama een gooi gegeven. Nou, dus je moeder nog beschermd? Ja, ik heb mama een tering gooi gegeven, omdat ik dat dus zag gebeuren. Omdat ik heen wou lopen. Mijn mama wel als eerste er naartoe. Meisje, wat heb je gedaan? Truitje, besef je het? Nee. Niet slim. Heel dom. Je meiden zijn gebruikt. Ik zeg net tegen de maagdelijkheid is weg. Kinderen zijn in de hoek gekomen. Angela wordt vernederd. Meisje heeft een hele trauma. Ja? Nou moet je even goed luisteren. Ja, en je hebt Angela niet geneukt. Waarvoor dan wel die andere? Als jij maar niet uitpraat, praat helemaal niet. Nee, maar waarvoor niet Angela dan? Even allebei, woesh.
Maar waar verliest Angela dan? Moest Angela, die vertelde dat al, dat verhaal, dat ze verkracht was, mama, toen ze nog bij Toos zat. Bij ja. De pleeg, dus is de zogenaamd verkrachte de pleegvader, dat bleek niet waar te zijn. Toen werd ze verkracht door mij, is niet waar. Nee. Zij is niet verkracht door mij. Zij niet. Ja? Maar ja. Ze vertelde dat ze verkracht werd, echt verkracht is door Toon. Een man kan die verkrachting zelf goed geneuk hebben, ze er niet bij geweest. Laat me dan ook uitpraten. Dat vertelt ze. Nu vertelt ze allemaal verhalen over Jan. En Nederland moet een verkracht hebben. Maar dat moet mama niet. Hebben op haar 14e, terwijl ze hier pas met haar 16e kwam. Nou ja, goed. Laat Angela er buiten. Waarom moet ik niks met Angela te maken hebben? Is puur omdat ze mij uit de rolstoel trok. En? Ja. En dat ze Michaeltje van mij heeft beschuldigd van misbruik op zijn eigen nichtje. Is ze misschien net zo gek als jij? Ze wil iedereen voor een karretje spannen dingen op laten losse leugens vertellen wat jij doet. Hebben ze jouw karakter. Klaar. Want dat heb jij toen ook met z'n meiden gedaan. De een laai leuk, de kerel die blijft erbij. En de andere laai op draai voor moord. Leg het me maar uit. Oh, ik wil best niet mijn eigen collega dat iets verhoogd heb. Maar gaan zeg ik dat ik erop teruggeven ben. Mijn schuld is. Dan heb je ballen. Dan heb je echt ballen. Interesseert me geen klote. Anders sluit ze 100 jaar. Nou, trui, ik vind niet meer eens dat je dat hoort. En jij hoort je mond aan, want jij hebt niks gedaan. Jij bent een kind. Recht is recht en kom eens kom. Hier kom jij nooit meer onderuit. En dat jongetje is heel erg, maar die verdient jouw liefde. En die is er net zo ingegleden zijn. Dit is wanhoop. Angst wat al jaren speelt wat jullie zien. Dit is niet een postje klappen. Nee, dit is geneuk worden. Ja? Gezien wat voor beesten loop. Ja? Een moeder die toestaat. En ermee verder leeft. Truitje, ik heb er geen goed woord voor. Dit is niet haar schuld. Al had ze de trekker overgehaald. Jij had ervoor moeten boeden. Ze zijn bij jou vandaan gekomen, jij wist het. Jij hebt het spel mee kunnen spelen. Nooit dat je kind die bij wacht te trekken. En dan dat nog op de arm, eeuwig de verbintenis. Hoe schijn ik dat is niet mijn keuze. Nee, maar als jij dat wil, dan doe jij dat. Dat is niet mijn keuze. Dat heb ik gezegd om mijn cellen weten. Als weet je hoe ze dit noemen? Spiegopaten. Weet je wel, die niet meer in de samenleving kunnen. Jij bent niet in staat om voor je eigen kinderen te zorgen. Zij kan nog wegkomen en een gezonde leven bouwen. Zij kan nog gelukkig zijn, ze hebben een hele leven voor te leggen. Zij heeft iets gedaan omdat ze bang was haar moeder te verliezen. Zij heeft het niet gedaan. Maar de opdracht van de moeder vervuld. Dit is niet haar schuld. Jij luistert, jij wil alleen maar horen wat je horen wilt. Want dit... Er is voor mij geen maar. Jij hebt het spelletje samengespannen. Het is 19. Laat maar, want je luistert niet. Waarom moet ik naar luisteren? Ik heb haar verhaal gehoord. Je hebt niet alles. En jij kan niet alles. Wat voor man moet ik meer horen? Je hebt je kinderen laten, je hebt je meisje laten neuken, zit je gisteren aan de tafel. Heb je niks meegedaan, ja? Heb je gewoon uit laten lachen? Heb je laten vluchten, ja? Je hebt je kinderen af laten beulen, ja? Je bent er zelf nog door geneukt, je hebt je meisje af geneukt. En je zegt ook nog, hou van je. Wanneer ben je wakker worden, trui? Wanneer wil jij wakker worden? Als jij een meisje op bezoek zit, dat ze onschuldig is, dat ze gewoon zwaar gebruikt is. Ze heeft nog een kans op om haar verhaal te doen bij een psychiater. En om een jaar te lopen. Zij heeft de kans nog. Wil je die haar opnemen? Dat jongetje kan je niet meer terugdraaien laten zitten. Die heeft echt zijn liefde getoond voor zijn meisje. Echt zijn liefde getoond voor zijn meisje. Met zo'n opdracht.
Want wie kon zij anders vertrouwen als de moeder? De moeder weet het toch altijd? Jij zit op de stoel, ja, 1000 keer voor de visite lopen. Nou, trouwens, ik weet dat je zo'n klapper is, zo. Maar geloof me nou, ik heb liever mijn leven lang klappen bloeien elke dag. Want ik had geen geld voor een wapen gepakt, ik had geen geld gepakt. En ik had gezegd, pak je vriendschap in een jongetje mee. Mijn leven is toch niks meer. Nee, maar je hebt jouw leven boven dat van je kinderen verkozen. Je ruimt niet alleen Mike uit de weg. Ja, met de lat ben. Je ruimt je dochter zijn liefdesleven uit de weg. En dan is het onschuldig jongetjes toekomst. Je ruimt je kleine jongetjes leven uit de weg. En waar zit jij? Te denken om een wagen. Een wagen is op. Weet je wat het is? Fuck you. Fouten of fouten. Sorry dat ik mijn mening uit, hè? En dat is heel hard. Maar die waren het verdien jij. Ja, voor de kinderen.